Tweede jaar Liga, met Johnny Rommer erbij, hoe is dat? Nou, gezellig. Ja, hij ja, heeft het wel leven te houden, dus nee, hartstikke leuk. Gaat goed, hij is enthousiast. Ja, met Johnny ook. Wij kennen elkaar natuurlijk vanuit het verleden. We hebben allebei op dezelfde basisschool gezeten, denk ik nog. Nou, we hebben in Nagano een aantal dingen meegemaakt, wat heel erg leuk was. Johnny, als coach nu, hij was zo ruim, wat zeg je, ga je dan de laatste 10 seconden van de 1000 meter nog harder? Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja, dan was ik altijd al, wilde ik altijd al wat beter doen, maar je moet natuurlijk wel blijven focussen op die 500, want dat is natuurlijk waar ik het heel goed op doe. En, maar ja, de 1000 meter vind ik ook een hele leuke afstand. Misschien helpt het ook voor de laatste 5 meter van de 500 meter? Nou ja, dat zou voor mij niet verkeerd zijn, denk ik, nee. Lastig seizoen gehad met veel ziekte en niet dat uitgehaald wat ik wilde. Maar ik heb persoonlijk weer veel van mezelf leren kennen eigenlijk. En daardoor voel ik me nu wel weer sterk en misschien andere mensen of oude mensen, misschien wijze mensen. Al heel veel World Cups en WK's gereden, maar ook vergeet Jorie niet, die heeft natuurlijk ook al in het verleden hele mooie prestaties neergezet. Ja, en die andere drie die kunnen mooi in de flow mee met die andere meiden, dus ja, het zou heel lekker zijn als die een keer ook gaan verrassen. Probeer het maar zonder dat achterste been die zwaai te maken, dan spring je niet goed. Kan niet, je juist die achterkant gebruiken. Maar dan doe je dat, zeg maar als je zit hier. Maar dan, als je hem inzet en dan doe je het. Of doe je hem al, kantel je hem al eerder en dan zo. Wat denk je? Dat is nou eens een hele goede les. Hij gaat mij uitleggen wanneer jij dat doet. Ja, dat weet ik. Wanneer doe je dat? Leg het maar uit. Ja, ik denk dat het beste is als je het tegelijk doet. Dat is het meest effectief. Wat doet deze heup? Waar staat hij in deze? Nou, deze hangt veel. Juist, die hangt af. Ja. En het volledige gewicht staat op 10. Dus die staat ook iets naar buiten. Dan sta ik in evenwicht. Ja. Anders kan je niet op één been staan. Kijk, als deze niet naar buiten staat, die hangt af. Als je dit doet, kijk, dan donder ik al op. Dus ik weet niet wat ze precies zochten, maar ik denk dat Marjan en ik gewoon een goede combi zijn. Toen wij met elkaar in gesprek zijn gekomen, klikte het gewoon op een goede manier. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal gaat worden. Het wordt natuurlijk een ontzettend spannend seizoen. Het is een Olympisch seizoen, dus het heeft altijd iets extra's. Dus ik vind het heel leuk en het kan mij niet snel genoeg gaan.